opnieuw mes in ziekenhuizen. Afsluiting voor onderhoud. En weer zorgt voor vroeg fruit. Dit is het kanaal 13 Nieuws. De Nederlandse ziekenhuizen moeten nog verder bezuinigen. Analisten van onderzoeksbureau PricewaterhouseCoopers stellen op basis van ziekenhuiscijfers over 2010 dat elk ziekenhuis gemiddeld 4 miljoen euro extra moet bezuinigen. Dit is nodig om de door het ministerie van Volksgezondheid opgelegde korting op de budgetten van 300 miljoen op te vangen. De ziekenhuizen presteerden dat jaar financieel beter dan in 2009, maar volgens PwC nog steeds onvoldoende. Wat vindt het Rijnstatenziekenhuis in Arnhem van deze gestelde extra bezuinigingen? Niks nieuws onder de zon, zou ik bijna zeggen. Het was nieuws dat eigenlijk al eind vorig jaar bekend was, toen de overheidskortingen, waar het artikel op zinspeelt, bekend werden gemaakt. En uiteraard hebben wij dat ook toen allemaal vernomen en ons beleid daarop aangepast. Dan staat het ziekenhuis volgend jaar een fikse korting te wachten, in totaal 300 miljoen. Waar komt dat op neer voor uw ziekenhuis? Ja, het is inderdaad een groot bedrag. Het is een landelijk bedrag, die 314 miljoen. En voor ons ziekenhuis komt dat neer op bijna 6 miljoen. Dat is de korting die we dus vorig jaar hebben gekregen. Daarnaast zijn er ook, want het is eigenlijk van elk jaar, kortingen van voorgaande jaren. En bij elkaar is dat voor ons ziekenhuis zo'n kleine 9 miljoen. En dat komt neer op een 3% van onze omzet. Volgens de analist van het onderzoeksbureau zou een ziekenhuis gemiddeld 4 miljoen extra nog moeten bezuinigen. Is dat realiseerbaar? Ja, dat is dus voor ons ziekenhuis bijna 9 miljoen. Want wij zijn een wat groter dan gemiddeld ziekenhuis. Dus dat vertaalt zich ook in hogere getallen. 3% zeggen wij is ook echt wel het absolute maximum wat je überhaupt kan realiseren. In 2010 vormde de winst van een ziekenhuis gemiddeld 1,6% van de totale omzet. Te laag om volgend jaar de opgelegde kortingen op te vangen. Dat meent PricewaterhouseCoopers. Vooral de academische ziekenhuizen hebben moeite om hun rentabiliteit, dus dan de verhouding tussen winst en vermogen, op peil te houden. Ze krijgen ook te maken met kortingen van het ministerie van Onderwijs. Hoe is dat voor de Rijnstaten? Afgelopen jaar zaten we op een rendement, want winst is in de zorg nog niet geaccepteerd gegeven, maar een verschil tussen de inkomsten en uitgaven waarbij we 1% overhielden ten opzichte van de uitgaven. Dat is dan wat wij nodig hebben om continuïteit naar de toekomst te hebben. Dat is een relatief laag percentage, gemiddeld gesproken. Dat geldt overigens voor in ziekenhuisland voor de meer complexe ziekenhuizen. Wij zijn een ziekenhuis dat naast gezondheidszorg ook onderzoek en opleiding doet. En die ziekenhuizen hebben het gewoon wat lastiger om hun winstpercentage, winst dus aanstekers, te bereiken. Maar het zal een hell of a job zijn om het besef dat er nu is dat de kosten met de vergrijzing en met de mogelijkheden die er zijn, dat die zo hoog worden, om die te beteugelen. Het zal een hell of a job zijn om die opgave te doen waarbij je en die grotere toestroom van patiënten gaat accommoderen en tegelijkertijd op kosten gaat besparen. Met minder geld valt er ook minder te blussen. De brandweer scoort goed, maar het kost te veel geld. Alleen is bezuinigen niet zonder gevaar. Omdat veel gemeentes in zwaar weer verkeren, ligt de brandweer overal flink onder vuur. Kazernes gaan dicht, er komen minder mensen op een wagen, duikteams worden opgeheven en in sommige gevallen moeten brandweermensen ook de ambulance gaan besturen. Onacceptabel, zo stelt veiligheidsexpert Ben Aley. De gevolgen zijn totaal onberekenbaar. De nieuwe perrontunnel in Arnhem gaat 2 juli open. Dat scheelt trappen klimmen, maar het geeft nog geen mooi plaatje. De tunnel heeft een functioneel karakter. Het mooie komt pas later met de afwerking. Burger King sluit en komt ook niet meer terug. Evenals het bloemenwinkeltje. Aha to go wordt groter, evenals de Ethos. Aan de centrumkant komt een klein toiletgebouwtje zonder toiletjuffrouw. En ook de fietsenstalling zal 2 juli openen. Of de Schuitgraaf zal worden afgebouwd is nog maar de vraag. De markt zat al tegen. En twijfels aan de opzet maken de situatie er niet beter op. In de nieuwe wijk moesten in totaal 6250 woningen worden gebouwd in 25 karakteristieke buurten met veel variatie in woningen en straten. Wethouder Lenverink, destijds betrokken bij het besluit om de Schuitgraaf te bouwen, vraagt zich hardop af of hij er destijds goed aan heeft gedaan. De wijk ligt ver van de binnenstad.
Spoorbeheerder ProRail gaat gebruik maken van mobiel cameratoezicht op het traject Arnhem-Winterswijk. Aanleiding zijn de voortdurende vernielingen langs het traject, waardoor alleen afgelopen week al 18 ritten uitvielen. Vandalisme is al langer een probleem voor de spoorbeheerder, die ook al eerder maatregelen trof rond het station in Duiven. Volgens ProRail reed er in de eerste 4 maanden van dit jaar 95% van de treinen netjes op tijd. En de 14-jarige Quinty Evers uit Duiven is weer terecht. Het meisje heeft zich vrijdagochtend in haar ouderlijk huis gemeld en was verder ongedeerd. De ouders van het meisje deden op 7 juni aangifte van haar vermissing. Pogingen om achter haar verblijfplaats te komen lukte niet, waarna een oproep in de media werd gedaan. Nu het meisje weer terecht is, is er voor de politie geen reden meer tot nader onderzoek. Van een misdrijf is geen sprake. De pleiroute bij Arnhem is komend weekeinde opnieuw voor een deel afgesloten wegens werkzaamheden. Het gaat om het deel tussen het Gelredoom en de Westervoortse dijk. Tussen vrijdagavond 9 uur en maandagochtend 6 uur wordt een groot onderhoud gepleegd en gewerkt aan extra rijstroken. Garantie dus voor een hoop verkeersleed. Mensen kunnen het beste de website volgen. Daar zit een link in naar Slimreizen. En daar kun je precies zien hoe omleidingsroutes zijn en wat de verzering is en waar de overlast zit. Maar er is wel bewust gekozen toch voor deze periode. En die Westervoortse brug ook. Hoe gaat dat lopen straks? Ja, we hebben met een verkeersmodel erbij, moet je voorstellen. Dan kun je precies zien waar het verkeer blijft als je ergens een obstakel in de weg zet. We hebben gekeken van wanneer heb je nou de minste overlast. En de periode begint nu, want dat is de vakantieperiode. Maar ja, alles tegelijkertijd dicht. Dat wordt een omleiding van 9 kilometer, meen ik. Nee. Het is allemaal zodanig gefaseerd, dus op detailniveau is het bekeken, dat het inderdaad kan. Dus als wij s'nachts in de gang zijn, dan kun je op andere wegen kun je door. Als we op andere wegen overdag in de gang zijn, dan zijn wij niet aan de gang. Hoe gaat dat verkeer straks vanuit Westervoort richting Arnhem? Dit weekend kun je vanaf Westervoort over de pleinroute naar Arnhem, naar Arnhem-Zuid. Vanuit Arnhem-Zuid richting Westervoort, dan word je, als je van verder komt, word je opgevangen richting de A15, A50, A12... En als je van dichter uit de regio komt, dan word je door Arnhem heen geleid. Ook de omliggende wegen rond Elst en Huissen krijgen naar verwachting meer verkeer te verwerken. Om alles in goede banen te leiden heeft de provincie maatregelen genomen. Zoals het inzetten van verkeersregelaars op grootschalig niveau. Wij hebben een aantal knelpunten die we weten. Er zullen ook een aantal onverwachte knelpunten zijn. En wij hebben dat met verkeersmanagement hebben we dat zodanig ondergebracht dat als er behoefte is aan verkeersregelaars, dan hebben we beschikking over een groot aantal en die kunnen we dan ter plaatse neerzetten om het verkeer te regelen. Dus dan kunnen we eventueel de stoplichten uitzetten en dan nemen verkeersregelaars het over om maatwerk te leveren. Dat soort maatregelen moeten we aan denken. Of op een rotonde waar het verkeer gaan structureren. Dat soort maatregelen. Ook mensen die hebben dat niet in de gaten misschien, maar er hangen overal camera's, hè? Webcams. Er hangen overal webcams. Wij bewaken op die manier het hele traject. We hebben zelfs een motorrijder met een webcam erop die ook de sluiproutes narijdt. Dus als er overlast ontstaat, we zijn daar heel scherp mee bezig om het in de gaten te houden. Wij werken veel 's nachts. En je moet je voorstellen, als je aan de weg werkt, dan kom je met zwaar materieel bij aan de gang. Op dit moment zijn we zelfs aan het heien op de snelweg. Er zitten woonwijken achter. Dus je hebt ook een vorm van geluidsoverlast. En ja, dat hebben we ook geprobeerd dat zoveel mogelijk te beperken. Door de aannemers efficiënt mogelijk te laten werken. Maar ook die vorm van overlast, we kunnen niet voorkomen dat er overlast zal zijn. Heel veel management is er nodig. Wat is nou de tip voor dit weekend? Onze tip is eigenlijk, we hebben een goede website, www.gelderland.nl en dan een schuine streep 325. Volg die, die is heel actueel. Daar kun je de laatste informatie lezen. Er wordt van allerlei sociale media bij gebruikt, maar dat houdt je echt aan het rijden. Snelheidsbeperkingen, omleidingen en afsluitingen op de belangrijkste verbindingsroute tussen Arnhem en Nijmegen. Uiteindelijk moet het resulteren in betere verkeersdoorstroming en een verlaging van de maximumsnelheid op een deel van de A325 naar 100 km per uur. In de maanden juli en augustus moet u gewoon vroeg opstaan om op tijd op uw bestemming te komen. Het langdurige, droge, zonnige weer van de afgelopen tijd heeft zijn sporen achtergelaten. De fruitsector die lijkt flink te profiteren van de weersomstandigheden. In de regio staan volop kersen- en aardbeienkraampjes langs de wegen. En ook de allereerste rijpe bramen zijn al te vinden. In hoeverre sprake is van een bijzonder jaar, vragen wij het Fruitkenniscentrum in Randwijk. Nou, weer is iets wat de fruitsector elke dag bezighoudt, zeg maar, door het hele jaar door. En natuurlijk altijd heel spannend is hoe het in het voorjaar verloopt. Zijn er weersomstandigheden goed tijdens de bloei? Gaan de bijen vliegen? Is er een goede bestuiving en vruchtzetting?
En dan vanaf dat moment blijft het weer goed, zodat het gewas goed blijft groeien. Neerslag is ook altijd iets waar de fruitteler heel erg mee bezig is. Want de hoeveelheid neerslag, ja, die bepaalt niet alleen de groei van het gewas, maar ook de kans dat allerlei schimmelziektes gaan groeien. En ja, daar moet hij natuurlijk tijdig op reageren. Kun je stellen dat het vroege, droge, warme voorjaarsweer positief is? Nou, het was dit jaar zeker positief voor de vruchtzetting. Het weer was goed tijdens de bloei. De insecten vlogen goed. En ja, dan heb je in ieder geval de ideale condities voor een goede start. Veel vruchtjes aan de bomen. Maar dan is het altijd afwachten. Wat blijft daarvan hangen? Wat wordt rijp? Zitten er niet te veel aan? Want dat is ook altijd een heel belangrijk onderwerp in de fruitteelt. Want als er te veel aan blijven zitten, ja, dan moet er weer worden ingegrepen. Vaak komt daar heel veel handwerk bij kijken. Om toch te zorgen dat er weer niet te veel vruchtjes aan de boom blijven zitten. Want dat betekent weliswaar veel kilo's die je kunt oogsten. Maar daar leidt de kwaliteit onder. Dan krijg je te kleine vruchten. Vruchten die niet zoet genoeg zijn. Dus het is voor een fruitteeler van essentieel belang. Om het aantal vruchten aan zijn bomen goed in de hand te houden. Nou is het al in de regio al enige weken overal fruitstalletjes, kersen met name. De eerste bramen in het wild zijn ook al aangetroffen. Hoe bijzonder is dat? Nou, wat we zien de laatste zeg maar 20 jaar is dat de gemiddelde temperatuur toch wat aan het stijgen is. En dat betekent dat de bloei vroeger begint. We hadden dit jaar ook een bloei, als we het hebben over kers, die toch zo'n 2 weken eerder was dan in een normaal jaar. En dat betekent ook dit jaar dat we vroeger die kersen konden gaan oogsten. Die fruitstalletjes, dat is overigens wel altijd een heel interessant fenomeen. Als je ziet, bijvoorbeeld in de weg naar Renen toe, daar zie je ook altijd fruitstalletjes staan waar kersen worden verkocht. Op het moment dat de kersenbomen daar ter plaatse bloeien, dan worden de eerste kersen al verkocht. Ja, die worden dan geïmporteerd vanuit het buitenland. En zo verlengt men het koopseizoen door dus buitenlandse kersen te verkopen en aanvullend later de eigen kersen ook nog in dat stalletje te verkopen. Maar de eerste kersen geteeld in Nederland, buiten, die zijn nu ook al rijp en die worden nu ook al geplukt en verkocht. Dus voor de kersen is het in ieder geval al een goed seizoen, maar voor appels en peren zou nog kunnen blijken dat het toch tegen gaat vallen als een koudere of nattere periode aanbreekt. Ja, dat is altijd spannend, ook vanwege de ontwikkeling van ziektes. De kans op een keer noodweer tussendoor, dat zijn natuurlijk altijd, je bent als fruitteler pas zeker als je het in de kist hebt en in je koelcel of de oogst goed geweest is. Is het een veelbelovend seizoen? Ja, de condities zijn tot nu toe uitstekend geweest. En je kunt ook wel zien hier aan de bomen, hier bij ons op het proefstation in Randwijk, dat er overal een goede productie aan de bomen hangt. Maar nogmaals, je moet je geen garantie. Dingen pas stellen als het fruit echt binnen is en in de kist ligt. Hoe het weer de komende maanden zich ook verder ontwikkelt, aan vitamines lijkt er door het vele vroege fruit in elk geval geen gebrek te zijn. Tot zover het kanaal 13 Nieuws. Heeft u een tip? Wilt u deze uitzending op DVD bestellen? Of nog een keer terugkijken? Surf dan naar kanaal 13.tv. Het weekend staat voor de deur. Genoeg reden dus om te kijken naar UitTV. Direct na het weerbericht, hier op kanaal 13.